Als basis gebruik ik weer het programma Knipperlicht. Ik bewaar het als 10 keer knipperen. Ik maak een variabele aan van het datatype byte met de naam LED en geef het de waarde 6. Overal in het programma kan ik het getal 13 vervangen voor LED. Dit is de variabele waar het getal 6 in zit. Om de waarde van de teller straks in de seriële monitor te zien, typ ik serial.begin, haakje openen 96, haakje sluiten, punt comma. Het voorstatement of vooropdracht ga ik gebruiken om de LED een bepaald aantal keer te laten knipperen. De eerste regel bepaalt hoe vaak een opdracht of reeks opdrachten wordt uitgevoerd. Tussen de curly brackets komen de opdrachten die uitgevoerd moeten worden. Ik wil een LED tien keer laten knipperen. En maak eerst een variabele aan waarin de waarde van de teller bewaard kan worden. Dat is het gedeelte byte teller is 0. Vervolgens typ ik een punt komma en schrijf een vergelijking die waar of niet waar kan zijn. Ik typ teller is kleiner of gelijk aan 9. Puntkomma. Indien de vergelijking niet waar is, wordt de vooropdracht verlaten en wordt de code tussen de curly brackets niet meer uitgevoerd. Indien de uitkomst waar is, wordt de opdracht of opdrachten tussen de curly brackets uitgevoerd en wordt daarna de variabele in de vooropdracht aangepast. Dat doe je in het laatste deel. Daar staat teller is teller plus 1, dus de waarde van de teller wordt met 1 opgehoogd. De vergelijking wordt vervolgens weer getest. De teller is dus eerst 0. De vergelijking die getest wordt is daarom waar, dus wat er tussen de curly bracket staat wordt uitgevoerd. Vervolgens wordt de waarde in de teller teller plus 1, dus dat is het getal 1. En wordt weer de vergelijking getest. Nou, die is waar. Wat tussen de curly brackets staat, wordt uitgevoerd. En zo wordt de teller steeds hoger. Op een gegeven moment is de teller 10. En als dan de vergelijking wordt getest, komt daar niet waar uit. En wordt de voorloop verlaten. De code die zorgt voor de knipperende led. Plaats ik tussen de curly brackets van de vooropdracht door middel van knippen en plakken. Ik pas de delays aan voor een ander soort knipper. In de vooropdracht schrijf ik code om de waarde van de variabele teller weer te geven in de seriële monitor. Ik open de seriële monitor en klik vervolgens op de knop om de code te uploaden. De LED knipper 10 keer en in de seriële monitor wordt van 0 tot 9 geteld. Wanneer ik op de reset-knop van de Arduino druk, wordt de code opnieuw uitgevoerd.